Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En zoals je al hoort, ben ik een beetje verkouden. Maar dat laat de pret niet bederven, want ik heb vandaag een super leuke shoplog. En deze shoplog is in samenwerking met My Jewelry. Ik heb zelf nog nooit met My Jewelry samengewerkt of items van hun gehad. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe de items zijn. Ik heb een combinatie van kleding en sieraden. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vond dat ze super leuke dingen hadden staan. Vooral leuk voor de feestdagen ook weer. Echt sieraden helemaal uitpakken. Love it. Aan het einde van de video vertel ik jullie hoe jullie mee kunnen doen met de giveaway. Jullie kunnen namelijk een giftcard winnen van 100 euro. Super veel. Dus vergeet zeker niet de video af te kijken. En dan vertel ik jullie wat jullie moeten doen om kans te maken. Vergeet zelf ook zeker niet een kijkje te nemen op de My Jewelry site. Link staat in de beschrijving. Ze hebben zelf ook een YouTube kanaal. Dus dat is ook heel leuk. Hier geven ze verschillende tips en tricks. Dus ben je benieuwd? Check het. Het staat allemaal in de beschrijving. Genoeg gepraat. Laten we snel naar de items doorgaan. Want ik ben echt ontzettend benieuwd. Ik heb deze mega zak ontvangen. Ik vind het echt super leuk dat ze een eigen soort zak hebben waar het in dus geleverd wordt. Tadaam. Oh my god. Wow. Een hele zak vol. Ik zie als eerst dat ik er een mondkapje bij heb gekregen. Hartstikke cute. Zoals ik dus zei, heb ik een combinatie van kleding en sieraden. Ik heb het zelf allebei nog nooit van het merk gehad. Dus ik ga er super open in en ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ik het leukst vind om te beginnen met de sieraden. Want dat is toch wel echt waar het onbekend staat, hè? My Jewelry. Volgens mij zijn ze daar ook mee begonnen. Dus daar ben ik het meest benieuwd naar. Voor de mensen die mij kennen weten dat ik echt gek ben op sieraden. Ik hou altijd vol met het goud. Dus of course heb ik alles in het goud besteld. Ik heb nu geen kettingen om, of course. En ik heb één oorbel in die anders uitgevallen. Dus dat is echt tijd voor vervanging. Ik hou echt van veel goud. Hoe meer hoe beter. Ik ben niet van de subtiele. Dus daar heb ik natuurlijk ook een beetje op gekeken. Oké, ik ga beginnen met mijn favoriete item. En dat is deze ketting. En dit is een ketting. Dit is een slotje. Je ziet dit vet vaak voorbij komen. En ik I love it. Ik vind deze vooral leuk omdat hij dus wat groter is als ja, die ik normaal gezien had. En zoals ik zei, the more the better, the bigger the better, really like it. En dat is dus deze ketting. En er staat Amor op. Really, really like it. Oh, dit is toch gaaf? Altijd als ik een nieuwe sieraad heb, voel ik me helemaal een ander mens. Helemaal herboren en nieuw. En het kan zoveel doen. Deze ketting kost trouwens 20 euro voor de geïnteresseerden. Ja, ik wist gewoon dat dit mijn favoriet zou zijn. Ook al is dit het eerste item dat ik pak. Ik vind dit zo leuk. Check dit gewoon. Dit maakt gewoon al een heel statement bij je outfit. Dit maakt het gewoon al. Dit vind ik echt heel erg leuk. Daarnaast heb ik deze parelketting. Ik zie ook de laatste tijd heel veel parels. En dat vind ik ook echt super leuk. Dus ik had zelf nog niet zo'n ketting. Heel erg leuk. Deze ketting is ook 20 euro, zie ik. Deze is wat korter. Oh, dat is leuk. Oké. Dit heb ik op het web gevonden voor wat korter. Kijk maar eens. Nee, bedankt. Oh, dit zat echt vet cute bij elkaar. Kijk dan. How cute. Ja, ik vind dit echt helemaal leuk. En je kan hem natuurlijk ook gewoon omdraaien dat je alleen parels hebt. Maar ik vind dat sluitingtje er dus juist wel leuk bij. Oh. Om, ja, toch een beetje er tussenin te zitten heb ik een gouden, dikke ketting met een parel eraan. Ik dacht, ik maak het helemaal af. Heb ik echt goud, grove ketting en een leuke parel. Helemaal leuk set. Deze is volgens mij ook 20 euro. Misschien wordt het wel too much, maar dan kan ik hem afwisselen met het slotkettingtje. Want bij elke outfit past natuurlijk echt super veel sieraden. Ik vind het persoonlijk heel leuk, maar het is wel een beetje veel. Zoals je kan zien. Dus het is denk ik leuker om het af te wisselen en het dan dus zo te dragen. Heel erg leuk. Dan naar het volgende en dat zijn deze ontzettend leuke oorbellen. En ik denk dat die heel erg leuk passen bij de ringetjes die ik nu in heb. Ik heb nu gewoon één heel simpel ringetje en ik denk dat dit er heel erg leuk naast is. Deze zijn als het goed is 15,95.
Wat een leuke verpakking trouwens. Echt love it. Ik voel dat ze niet heel zwaar zijn. Dat is echt chill, want anders hou je het echt niet lang vol. Oh, wat leuk. Jongens, kijk nou hoe leuk dit is. Ik vind het echt super leuk samen. Ik vind het ook echt helemaal bij de outfit passen. Het maakt het echt helemaal compleet. Besef hoeveel sieraden kunnen doen. Oeh, jee. Het staat samen echt super gaaf. Dan als laatste van de sieraden heb ik twee super schattige ringetjes. Ringen ben ik ook echt gek op. Ik ben laatst mijn lievelingsring verloren. Dus ik heb er niet heel veel meer. En ik heb er één in mijn jaartal. 2001. Ha. Echt, hoe leuk is dit? Echt, oh, I love it. Dit vind ik, oh, dit vind ik zo leuk. En het ringetje zelf is subtiel. En hij heeft niet een maat. Dat vind ik altijd heel chill, want ik weet dan mijn ringmaat. Dus dan kan je hem eigenlijk verstellen. Oh, dit is echt amazing. Kijk hoe leuk. Love it. En de andere ring is een vlindertje. Ik vind vlinders echt super cute. Vooral in sieraden. En dit is eigenlijk hetzelfde soort ringetje. Lekker mooi, subtiel en verstelbaar. En kijk hoe schattig. Echt heel leuk. Ik vind dit echt cute voor bijvoorbeeld om je pink. Kijk hoe schattig dat is. Ik vind het zo leuk. Love it. Dan waren dat alweer de sieraden. Ik ben weer helemaal herboren met mijn nieuwe sieraden. Echt love it. En nu gaan we door naar de kledingstukken. Ik heb twee kledingstukken en het zijn allebei broeken. En het zijn allebei pantalons. Ik ben helemaal gek voor pantalons. Dat is alweer te zien. Ik vind ze zo chill zitten in de winter. En ja, spijkerbroeken zijn ook leuk. Maar ik vind het in de winter zo lekker warm en comfortabel zitten. Dus ik heb ze allebei in de maat M. Ik heb een zwarte en een met een print. Als eerste de zwarte even aandoen. Hopelijk zit het goed. Ik heb dus super veel pantalons, maar gewoon geen één basic, mooi, clean zwart. Zo, ik zag deze en ik dacht, I need you baby. Hij zag er echt super mooi uit. Loopt met mooie wijde pijpen uit. Kwaliteit ziet er echt goed uit. Oh, het ziet er echt goed uit. Deze was 50 euro. En ik ga hem even aandoen. Oh my god. Wauw, jongens, deze broek zit zo mooi. Holy shit. Hij zit echt als gegoten. Ik had het niet zo snel verwacht. Maar ik vind hem echt mooi. Hij is wel mega lang, maar dat is leuk met leuke boots eronder of zo. Met een hakje. Dan zitten ze echt perfecto. Zelfs nog een beetje aan de wijde kant, aan de bovenkant. Maar op zich maakt dat de broek juist ook wel weer heel comfortabel. Van achter mooi. Ik vind het echt een hele fijne mooie broek. Had ik echt niet verwacht. Niet onaardig bedoeld of zo, maar ik heb echt altijd gedoe met broeken. Maar deze zit gewoon echt heel mooi. Love it. Ik hoop dat het ze net zo goed overkomt op camera. En dan deze broek. Met de print. Dit is een wat losser stofje. Lekker. Oh, dit is echt een lekker stofje. Het is echt een soort... het lijkt wel een pyjama broek. Hoe lekker. Nee, dat ook maar niet. Maar dit is echt een hele weinige broek. Maar des beter, hoe lekkerder. Superleuk. En deze was ook 50 euro. Heel erg benieuwd naar hoe deze is. Hij ziet er wel een beetje groot uit. Ik heb deze ook in de maat M. Deze broek is zo leuk. Hij is echt ontzettend high-waisted. Maar dat vind ik juist zo leuk. Ik ben er echt al zo'n tijd naar op zoek. Hij is wel echt ziek lang. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat hoort natuurlijk ook wel een beetje in mijn pantalon. Wauw, ik lijk net of ik hele lange benen heb, omdat hij zo high-waisted is. Echt leuk. Ik kan hem hier dus zo leuk strikken. Zo kan je hem lekker strak om je middel doen. Broekzakjes. Dit is ook echt leuk voor een festival. Heel erg leuk, jongens. Love, love it. Woehoe.
Nou, ik ben echt mega blij met de sieraden en de twee broeken. Super leuke items allemaal. Echt stuk voor stuk. Er is eigenlijk niks waarvan ik denk van, ga ik niet dragen of is niks voor mij. Dus dat is echt top. En dan zijn we natuurlijk op het moment waar iedereen voor heeft gewacht. De giveaway. Om kans te maken op een 100 euro giftcard van MyJewelry. Moet je natuurlijk MyJewelry volgen. Check een YouTube kanaal. Kijk even op hun website. Laat je favoriete item weten. En vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En dan maak je kans op 100 euro. De twee broeken waren 100 euro. En eigenlijk alle sieraden die ik heb zijn bij elkaar dus ook 100 euro. Dus... ja, je kan er echt veel leuke dingen verhalen. Dus vergeet zeker niet in de beschrijving te kijken. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. Me te volgen op Instagram. Een duimpje omhoog te geven. You know everything. Ik vind het echt heel leuk dat ik voor het eerst bij MyJewelry heb mogen shoppen. Items heb uitgekozen. En ik ben er echt tevreden over. Ik snap wel dat het eigenlijk zo'n groot merk is. Ik heb echt mijn favorietjes van de website uitgekozen, de hele website doorgekeken. En dit waren echt mijn favorieten. Dus ja, dan weet je ook wat mijn favorieten zijn. Hopelijk heb je geïnspireerd. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!